saxsolo was van Babette Haan. Maar er daagt hulp in de strijd tegen de veroudering. Er is een grote Oostenrijkse wetenschapsvrouw, Hannelore Schnitzel. En het mooie van Hannelore Schnitzel is, Hannelore Schnitzel heeft één advies. Blijf ook op oudere leeftijd uit de routine. Dat is het grote geheim om die hersencellen actief te krijgen. En ze heeft gelijk. Probeer het maar eens. Doe vanavond nog een horloge aan uw andere pols. Douchen met uw ogen dicht. Vanavond tanden poetsen met uw andere hand. U zult zien, het activeert hersencellen die je normaal gesproken nooit gebruikt. Als u straks de auto ingaat, op de tast het contact zoeken. Het kan een uur, anderhalf uur duren, maar je voelt dat het goed is voor je hersenen. Als u thuis komt, alle foto's ondersteboven zetten. Het prikkelt de hersenen, ook die van opa en oma. En als ze morgen langskomen, even weer recht zetten, maar meteen weer ondersteboven. Als u met meer dan twee mensen thuis woont, één keer per week, de democratische maaltijd. De democratische maaltijd houdt in dat iedereen een avond een gerecht maakt zonder de ander te vertellen wat hij maakt. En dat is dan het diner. Wij aten gisteravond als voorgerecht paling met satésaus. En als hoofdgerecht tournado met lauwwarme pasta choca. Niet te vreten, maar je voelt dat het goed is voor je hoofd. En als u werkt, neem een schaakbord mee naar kantoor. Zet het voor op uw bureau. Doe een zet. Laat iedereen die binnenkomt ook een zet. En u doet weer een zet. Het blijkt dat het ruimtelijk denken bevordert. En dat wordt in kantoorsituaties zelden benut. En iedereen begrijpt dat het nodig is. Die brain fitness, die brain training. Zelfs bij Talpa gaan ze nu zondags één wedstrijd uitzenden zonder bal. En het mooie is, dan kan je niet lui achterover met een zak chips naar de wedstrijden kijken. Dan moet je wel actief meedoen, want je wil weten waar is die bal, wat gebeurt er. Dit blijkt brain training in optima forma. Want je leeft mee. Niet met de spelers, niet met de scheidsrechter, maar met de bal. Want waar is hij? Gaat die keeper die bal stoppen? Is hij uit? Wat gebeurt er? Waarom wordt er gejuicht? Je weet het niet. Dit is bewezen goed voor de hersenen. En als u aan sport doet, doe dan twee sporten voor één contributie. Als u toch op ijshockey zit, doe meteen ook boksen. Het blijkt dat als je die combinatie maakt, dat er iets in je hoofd gebeurt. Er komen gevoelens vrij waarvan je zelf niet bewust was dat je die bij je had. Het is een soort coming out in veel gevallen. Die hersenen doen iets met je en eindelijk weet je wie je werkelijk bent en waar je voorkeur ligt. En als u gaat golven, neem Arnoud, Jan en Etienne dan een keer niet mee naar de club, maar neem hem mee naar de Sahara. Het blijkt ideale brain training te zijn. De enige voorwaarde is, en het enige nadeel ook, dat je de buurman mee moet nemen. Het kost je een ticket, want je hebt iemand nodig die na elke hole de green even verplaatst en oprolt. Maar dan heb je ook wat. Het blijkt brain fitness in optima forma. En ook in de politiek snappen ze dat het anders moet. De politiek moet dichter bij de burger. En de enige methode om dat te doen is zo. Dit is ook voor de politici zelf trouwens. Een enorme goede training voor hun hersenen. Niet alleen fysiek gebeurt er iets, maar ook in het hoofd. Hier in Taiwan gaat het erom of het wekelijks vragenuurtje een kwartier vroeger was. En er is geen consensus. Niet iedereen is het met elkaar eens. En je ziet dadelijk dat de kamervoorzitter een enorm incasseringsvermogen moet hebben. Ze komt dadelijk in beeld en dan denk je, ja, dat is nog eens een kamervoorzitter. Kijk.